Hallo mensen, vandaag is het weer tijd is voor een nieuwe gloednieuwe vlog. En ja, het is weer de tijd dat ik ga vloggen. En ik heb ook hier al een beeldmateriaal, want gisteren was het school en dan ben ik met de trein naar huis gegaan. Dus daarvan heb ik toen ook tijdens gefilmd. Dus die beeldjes gaan nu in beeld komen. Again, I could travel 1000 miles just to feel your arms around me. En ja, dat waren even de beelden van toen ik met van school naar huis ging en onderweg was het ook weer aan het regenen. En ja, ik heb een regenboog gezien en ook gefilmd, dus ik denk dat jullie ook gezien hebben. Maar dus, het regent de laatste tijd wel heel veel. Het is wel alleen deze week wel helaas wel een heel erg regenachtige dag. Je ziet echt heel veel heeft het geregend de afgelopen weken. En het is toch al een tijdje geleden dat ik toen voor de laatste keer heb gevlogd. Dus ik hoop dat jullie de vlogs nog een beetje leuk vinden. En zo ja, geef deze video een like en deel hem met al je vrienden. Maar ja, ik hoop dat het toch wel leuk zou vinden. En ja, het is ook heel wat later nu. En ja, ik ben net even ergens gaan eten. En het was ook vandaag voetbal. Dus de Rode Duivels heb ik gespeeld en ik heb gevlogd. En het was 3-4. En ja, we speelden een uitwedstrijd dus tegen Bosnië en we hebben nipt gewonnen, dus dat is wel leuk. Alleen was wel een nipte zegen. En over voetbal gesproken, ik heb net een nieuwe game gekocht. En het is FIFA 18. Ja, ik heb FIFA 18 gekocht en ik weet niet of jullie een FIFA 18 carrière moeten willen zien. Alleen de vorige keer had ik FIFA 18 had ik dat op de computer, maar deze keer op de Xbox versie. Alleen mijn Xbox versie, ik weet niet of ik dat wel op kan nemen, want op mijn computer kan ik alle games opnemen, maar met de Xbox gaat dat niet. Dus misschien moet ik eens zien of ik ook ooit met de Xbox kan opnemen. Laat het even weten in de reacties hoe je dat kunt doen. Maar ik ga het vlog niet extra lang maken, dus hopelijk heb je allemaal genoten van deze vlog. Geef deze video alvast zeker een like als je hem leuk vindt. En als je wilt dat ik meer wil gaan vloggen, ja, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En, ja, tot de volgende keer maar weer. Ciao.